beschamend en Eindhoven onwaardig. Politieke partijen hebben geen goed woord over voor het gedrag van de pro-Piet-demonstranten tijdens de rellen bij de Sinterklaas-intocht in de stad. De intocht is inmiddels anderhalve week geleden, maar nog steeds houdt het inwoners en ook politici bezig. Deze demonstranten van de kick-out Zwarte Piet, die stonden daar zonder geluidsversterking. Mevrouw Visser heeft het helder verwoord, zonder verdere uitingen, met borden, die stonden daar stil. Die stonden daar stil, tot op het moment dat er een aantal idioten kwamen. Een aantal idioten, ik zeg het nog maar een keer heel nadrukkelijk, met eieren, bananen, met bier, noem het allemaal maar op, die helemaal niets met de discussie over Zwarte Piet te maken hebben, maar die kwamen alleen maar met één doel, rellen schoppen. De racistische uitingen, wat er gezegd is en wat er gedaan is, is niet in dienst van welke discussie dan ook. En wij staan als raad, als gemeente en als hele stad voor de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dergelijke racistische uitingen ook nooit een manier worden om een discussie te winnen. De Eindhovense politiek debatteerde dinsdagavond urenlang over de rellen en hoe het toch mis kon gaan. Maar vooral, wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen? 10 van de 12 partijen in de gemeenteraad roepen daarom op tot een dialoog tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Laten we samen met het college het initiatief nemen tot het opzetten van een evenwichtige en respectvolle dialoog met diverse maatschappelijke partners en inwonersgroepen over de toekomst en de vorm van het Sinterklaasfeest in Eindhoven. Een oproep om er samen uit te komen. Het wordt lastig, ook omdat het vaak modder gooien is tussen voor- en tegenstanders. En die verdeeldheid is niet alleen voelbaar in de samenleving, ook in de Eindhovense politiek. Karikatuur Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het kinderrechtenverdrag. Ik vind niet dat Zwarte Piet racistische kenmerken heeft. En ik vind ook dat onze stichting Sint-Nicolaas, mevrouw van Kollenburg, die heeft absoluut er alles al aan gedaan in de loop van de jaren. En er was geen demonstratie voor nodig om Zwarte Piet langzaam te veranderen. Hè. We hebben K3 Pieten, Disco Pieten, et cetera. Demonstreren is geen gunst. Het is een recht. Het is een grondrecht. De burgemeester heeft dus goed gehandeld door de demonstratie van Kick-out Zwarte Piet toe te staan. En ook de gekozen plaats en tijd zijn ons inziens logisch. Immers, als je tegen het Koningshuis bent, demonstreer bij de inhuldiging van de koning op de Dam. Als je president Trump maar een enge vent vindt, demonstreer als hij in het land is. En als je Zwarte Piet wil veranderen, demonstreer bij de intocht van Sinterklaas. De gemoederen zijn verhit, ook op het stadhuis. En dus is de boodschap aan politici als volksvertegenwoordigers met een voorbeeldfunctie om de komende tijd vooral de rust te blijven bewaren. Mijn oproep is, hou het respectvol. Hou het respectvol naar elkaar en naar de samenleving in Eindhoven.